Het is voor veel ondernemers een moeilijke tijd nu. Maar een slimme aanpak blijft business to business te zijn. Deze vorm van ondernemen biedt de mogelijkheid om een kleine onderneming te starten voor vooral vrouwen. Daphne Adjako vertelt er meer over. Dus van business to consumer heb ik dan geleerd om het aan mijn bedrijf om te veranderen in business to business. Want je hebt vele mensen die nu thuis zitten en bijvoorbeeld iemand zou een sap bij me kopen en zien van boy, ik heb dat geld nu niet, ik zit vast. Die vroeg ik gewoon onder de markt. Ik koop bijvoorbeeld verse kersen en dan maak ik zelf mijn kersensap. En hieruit, door mijn business to consumer om te zetten, met onderneming te zetten tot business to business, overtuig ik ook andere mensen thuis die zitten, bijvoorbeeld bij de kinderrijke buurten, Evram, Zegen en zo. Hun kopen om bij mij, dus voor wederverkoop. En dat helpt ook. Dus aan de hand daarvan, dat mijn asset, waar je zou denken dat ik geen afzet zou hebben, heb ik dan geprobeerd om me dan om te zetten in business to business. Waarbij ook bepaalde huisvleiters tegemoet kom om dan producten bij mij op te kopen. Ijsjes, vruchtensappen, kwaak, noem maar op, om verder te verkopen. De COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat startende ondernemers nauwelijks kans maken op de handelsmarkt. Sharon Sacco vertelt hoe zij het hoofd boven water houdt. Inderdaad zwaar. Het is niet makkelijk om klanten te vinden, want alles is duurder geworden. Je kan niet makkelijk zeggen van, anders ga je prijzen moeten zakken, leid jij aan verlies. Dus ik speel het klaar door mijn eigen familie te inspireren met mijn productie, zodat ze toch kunnen kopen tegen een zacht prijsje. Dus ik maak daar minder winst. Om eerlijk te zijn, er zijn maar een paar, dus de vaste klanten die blijven komen, maar nieuwe klanten die komen niet. Dus het is zwaar, het is zwaar. Wat voor veel vrouwen een drijfveer kan zijn, is voor het eerst moeder worden. Het is dan overleven en vechten voor het gezin, ook in moeilijke situaties. Als ondernemer, vanaf het begin heb ik dan geprobeerd, dus mijn bedrijf run ik al 7 jaren. Maar de eerste 7 jaren... heb ik ook meegemaakt tijdens 2016 devaluatieperiode om mee te gaan met zulke crisisperioden. Uit deze periode kan je leren hoe je een crisisplan moet maken. Je gaat sowieso plannen in elkaar moeten zetten. Ik heb dan een crisiscommunicatieplan in elkaar gezet. Crisisactieplan in elkaar gezet van hoe ik verder zal gaan. Om dan mijn hoofd boven water te krijgen. Het is belangrijk dat ondernemers leren uit deze periode. Een crisisplan ontwikkelen kan jouw bedrijf in de toekomst veel ellende besparen. Het is ondernemers nu meer als ooit aangeraden om door te zetten en creatief te blijven.